for your information. Bent u ervan op de hoogte dat op 30 januari 1980 er een enorme spanning heerste in ons land Suriname? Militairen die in actie waren, werden door manschappen van de politie gesommeerd om hun hoofdkwartier, namelijk de Memerebuku-kazerne, te verlaten. De militairen kwamen in opstand omdat de toenmalige NPS-regering onder leiding van premier Henk Aron weigerde om hun vakbond te erkennen. Diverse leden van de bond werden opgespoord en 3, te weten de sergeanten Sital, Nede en Abrahams, werden gearresteerd. Bent u ervan op de hoogte dat de toenmalige politiechef Walker de opdracht aan de politieeenheid gaf om gericht op de ongewapende militairen te schieten? De militairen stonden met hun armen in de lucht en zongen het Surinaams volkslied. Door kordaat optreden van omstanders, waaronder de gewezen parlementariër Henk Herrenberg en vooraanstaande militairen en politiefunctionarissen, kon erger worden voorkomen. Ongeveer een maand na dit vrij ernstig incident namen de militairen de macht in Suriname over, en wel op 25 februari 1980. For your information.